Vandaag is het tijd om mijn gele kasteel af te maken. Ja, dames en heren, in een van de vorige video's hebben wij dit alvast gebouwd. Alleen, een kasteel heeft natuurlijk een dak nodig en nog heel veel meer andere dingen. En vandaag ga ik dat doen. Ik had ook het idee dat ik dit stuk lager wil hebben en dit stuk nog een stukje hoger. Maar jullie zien wel wat ik daarmee bedoel. We hebben in ieder geval heel erg veel stone brick slabs nodig. Dus laten we die in ieder geval allemaal uit de chest pakken. En dan pakken we even deze. Wacht, we hebben ook even normale stone bricks nodig, zodat we even omhoog kunnen bouwen. Want ik moet hier bovenop gaan staan. Kijk eens aan, dat doen we op deze manier. En dan gaan we beginnen met dit eigenlijk helemaal vol plaatsen met stone brick slabs op deze manier. Hier komt namelijk dus een soort van, ja, dak. Nou ja, een soort van dak. Het wordt een dak. En dit wordt me weer een partijtje werk, dames en heren. Maar, kijk, hier op de helft. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dus dan is de helft het achtste blokje. Ja, dat klopt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, dit is het achtste blokje. Of ja, dit hier is het achtste blokje. Hier gaat het een stukje omhoog. Dat is in ieder geval het idee. Dus tot hier bouw ik nu op dit moment zo'n, vloer. En dan gaan we hier straks omhoog nog. Dus deze twee torens, die wil ik uiteindelijk hoger hebben dan deze twee torens. Dat is een beetje mijn idee. Of het cool gaat worden, ik heb nog echt letterlijk geen idee. Maar hey, jongens, ik ga even dit helemaal bouwen, want dit is me toch een werkie. En dan is de helft van het dak al in ieder geval af. En dan denk ik dat mijn kasteel er al best wel vet uitziet. Want dan heeft het tenminste een dak. Kijk, op dit moment zijn het gewoon muren. Op dit moment kan ik het nog geen kasteel noemen, toch? Dus daarom moeten we gaan bouwen. En gelukkig hebben we meer dan genoeg bouwmaterialen. Ik wil trouwens ook even zeggen dat ik dit echt een goede keuze vind. Want ja, dit is toch veel vetter dan Kielstad. Gewoon een kasteel. Mijn eigen kasteel. En zoals de pro-speler ook zei in een van de vorige video's, dan kan ik dus ook mijn eigen troon bouwen. En dan heet ik eigenlijk, als dit kasteel af is, heet ik voortaan niet meer Mick, maar Koning Mick. Ja. Nou jongens, ik ga even dit dak afmaken. En kijk eens aan, dames en heren. Zo is het eerste deel van het dak af. Ja, ik had hier per ongeluk ook al wat slabs geplaatst. Maar dat hoorde natuurlijk niet. Maar in ieder geval, dat kunnen we nu zo op deze manier afmaken. Dan weten we ook precies waar het midden is. Mijn blokken zijn weer op. Oh, ik heb hier nog 32. Zo, hopsakee. En boom, kijk eens aan. Dat is nu het eerste. Oh jeetje, dan is nu het... Nee, waarom plaats ik er nou weer in? Nu het eerste deel van het dak af. Even kijken van binnen hoor. Want ik ben er wel benieuwd naar hoe het van binnen eruit ziet. Kijk dus aan. Oh, dit is echt zo vet, dames en heren. Oi, 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 oi. Ik wou gelijk trouwens een trappetje maken. Ik dacht, ik kan hier, kijk, via de toren kan ik wel een mooie ingang maken. Zo. En dan kan ik hier eigenlijk een trap omhoog maken. En dan kan ik via daar de hele tijd naar boven. Maar ja, ik heb op dit moment geen hout. En ik heb ook, ik heb letterlijk echt zoveel in die kisten, maar geen hout. Dus we lopen even naar deze boom, zodat we even snel wat trapjes kunnen maken. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen ladders. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Dit is al genoeg. Doen we dit zo. En dan doen we hier sticks van maken. En dan hebben we genoeg om even wat lekkere ladders te maken, zodat we op die manier naar boven kunnen. Dat is natuurlijk handig. Kijk eens aan. Boom, boom, boom. En dan hebben we 12 ladders. Dat zal wel genoeg zijn, hoop ik tenminste. Kijk eens aan. Dan gaan we zo. Boom, 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 boom. Wacht, dan moet ik even kijken, want als ik nou zou chill zijn, als ik in één keer zou weten waar... Even kijken, heb ik het goed? Ja, ik heb het goed gegokt. Wajo! Zo, en dan hakken we deze hier ook nog weg. En kijk eens, dan hebben we een soort van weggetje hier naar boven. Oké, het volgende plan is dus dat dit eigenlijk omhoog moet. Dus ik denk dat we dit echt nog wel een stuk omhoog gaan bouwen. Dit moet gewoon allemaal echt wel een heel stuk omhoog. Even kijken. Dit is hoeveel blokken hoger? 1, 2, 3, 4. Laten we het, wat is leuk, 8 blokken omhoog doen. Ja, 8 blokken omhoog. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als het goed is, moet ik hier dan nog 4 blokken plaatsen. 4, 3, 2, 1. Ja, dit klopt. Dan krijgen we ongeveer deze hoogte. En dan wordt die toren dus ook 8 blokken hoger, hè, dames en heren. Ja, dat wordt insane. Dus
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk eens aan. Zo hoog wordt die toren dus ook nog eens. Dus uiteindelijk wordt alles echt wel mega groot. Maar dit wordt me ook weer een heel klusje, dames en heren. Want dat betekent dat we dit weer allemaal wat hoger moeten gaan bouwen. En wat het idee is dan, dan heb je dus hier een soort van dakterras, zeg maar. Dus ja, het kasteel heeft een soort dakterras. Dat is een beetje het idee. Dat vond ik al heel erg vet. In ieder geval, we moeten weer even alle die blokken hier gaan pakken. Zo, hoppakee. Deze blokken hebben we nodig. Heel veel van deze blokken zelfs. Boom. En heel erg veel gele blokken ook. Kijk eens aan. Want alles moet een stuk hoger. Laat ik ook... waar heb ik dat eten gelaten? Want dat eten ga ik ook nodig hebben. Heb ik dat eten nou in de chest gelegd? Ja, ik heb dat eten in de chest gelegd. Slim Mick. Ja, dat eten gaan we zeker nodig hebben. Want fall damage gaan we heel veel krijgen. Oké, eens even kijken. We gaan hier omhoog. En dan gaan we zo. Hallo, 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 hallo. En dan boep. En dan doen we boep, boom, 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 boom. Zo, dit moet echt een stuk hoger nu, hè. Why, yo. Maar hé, dit gaat wel echt super vet worden. Auw. Ja, we gaan heel veel fall damage krijgen. Oké, ik doe even deze eerste muur samen met jullie. En dan doe ik de rest, ja, straks gewoon in een of andere timelapse of zo. Want dit gaat wel eventjes duren. Ik denk dat jullie geen zin hebben om mij letterlijk alles te zien maken. Daar hebben jullie geen zin in. En als je nu zegt, daar heb ik wel zin in om dat te zien. Daar heb je geen zin in. Dit gaat me echt een uur kosten. Je hebt geen zin om een uur naar mij te kijken hoe ik dit allemaal omhoog bouw. Nou, misschien wel. Ik weet het niet. In ieder geval, ik denk dat de meerderheid van de kijkers, van de mensen die naar deze video kijken, er geen zin in hebben. Maar we doen even samen deze eerste toren. Dan kunnen we ook samen gelijk naar het resultaat kijken. Ondertussen moet ik wel lekker blijven eten. Want anders val ik letterlijk dood. Oké, eens even kijken. Dan gaan we nu deze kant op. Ja, dan bouwen we hier weer met stone brickies. Jazeker. En dit moeten we ook even allemaal weghalen, want dit gaat weer naar boven. Dus dit hoort eventjes niet hier te komen. Ik ga het even zo doen. Zo, hoppakee. Nou, ik ga het gewoon stukje voor stukje doen. Dan krijg ik ook geen fall damage en ik denk dat dit ook gewoon snel gaat, toch? Dus we doen het zo, hoppakee. En dan boom, boom. En dan boom, boom. En dan, oh, nee, niet die. Deze. Kijk eens aan. Bam. Bam. En als jullie vragen, Mick, hoe pak je nou zo snel telkens een blokje? Ja, dat doe ik met de middelste muisknop. Als je op de scrollknop drukt, dan selecteer je zeg maar het blokje. Als je hem in je inventory hebt natuurlijk. Dus zo doe ik dat zo super snel. Ik denk, ik leg het even uit voor de mensen die het willen weten. Kijk eens aan. Dit is de snelste manier, denk ik, om deze toren te maken. Kijk hoe snel dit gaat. Dit is veel sneller dan telkens vallen. Dit moet ik de hele tijd gaan doen. Oké, even weer eten. Zo, hoppakee. En hoppakee. Oh, kijk. En dan doe ik middels de muisknop. En dan doe ik weer middels de muisknop. En middels de muisknop. Dan krijg je gewoon gelijk dat blokje in je handen. Waarschijnlijk weten de meesten dit al. Maar voor de mensen die het niet wisten, alsjeblieft, heb je een keer wat geleerd door mij. Dat zal niet vaak gebeuren. Want zo'n Minecraft pro ben ik ook weer niet. Nou ja, hé. Hey, ik vind persoonlijk, dit kasteel is wel erg pro. Dus ik vind dat ik wel richting Minecraft Pro ga. Zo, hoppakee. Dit maken we even weer zo. En dan hebben we gewoon bijna al die toren af. Het enige wat we dan nog moeten doen is hier even de stone bricks weer doen. Kijk eens aan, dan doen we zo. Dit had de pro de vorige keer voor mij gedaan. Maar gelukkig is dit niet heel lastig. Ik denk wel dat die stone bricks trouwens één hoger moeten. Ik zeg gelukkig is dit niet lastig en dan doe ik het fout. Dat is wel grappig. Die stone bricks had ze volgens mij... Had hij ze nou helemaal hierboven gedaan? Ik denk het wel, want dan had hij dit gedaan volgens mij. Op deze manier moeten de slabs zo, 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 zo. En dan gaan we hier... Nee, nee, hier moet dit zo. En dan doen we zo, zo, zo. En dan gaan we dit hier zo... Even kijken. Ah, dat moet ik wel goed doen. Ja. Ja, dit doe ik goed. Oké, top. Ja, op deze manier moet het dan. Heb ik nog slabs? Ik heb geen slabs meer. Ik heb geen slabs meer. Kan je zo slabs? Nee, daar heb je natuurlijk... Ah, oké. Ik moet beneden slabs gaan halen. Maar dat doe ik straks wel. Even kijken hoe het er tot nu toe uitziet. Dit is wel heel erg dik. Ja, en dit... Hier gaan we dus... Ja... Ja, jullie snappen het denk ik eigenlijk al. Maar hier gaan we dus weer een hele muur van bouwen. Dus dit gaat ook weer op deze manier. Zoals je hier ziet. Kijk eens aan. Dus dit gaat weer zo. Jullie snappen het idee wel. Dus eigenlijk moet dit laagje van slabs toch wel echt weg. Want ik ga hierop bouwen. Zo, hoppakee. Dit moet helemaal weg. En precies hetzelfde gaan we aan de andere kant doen. En dan gaan we uiteindelijk ja, hier ook weer een dak opbouwen. En dan is eigenlijk het kasteel af. Dan moet er nog een... alleen een gigantische inrichting komen. En dat gaat natuurlijk nog wel even duren. Maar hé, die inrichting wordt wel echt super dik. Oké, wacht. Ik ga hier alvast dit hier even plaatsen. Jongens, weet je wat? Ik ga dit even snel doen.
En ik zie jullie dan meteen wanneer het af is. Oké, oprecht, we zijn echt een uur verder. Dit is niet normaal. Maar jongens, als ik achter me kijk, ik ben echt heel trots. Ik heb echt heel veel gedaan. En ik heb het gewoon even snel gedaan in mijn vrije tijd. Want anders zou het echt heel saai zijn om naar te kijken. Het was vooral strepen bouwen, zoals je ziet. Maar kijk hoe dik dit eruit ziet. De twee torens, die zijn al best wel bijna helemaal af. Hier moet nog een dak komen. En jongens, ik ben echt heel trots. Laten we ook even kijken van wat hoger. Kijk eens aan. Hier zo. Hoppakee. Ga je hier naar boven. En kijk dat. Dit is toch vet. Oké, echt al mijn spullen zijn ook op. Ik heb ook echt al twee chesten opgemaakt. Dus het is maar goed dat ik zoveel spullen bij heb. Gelukkig heb ik hier nog een chest vol. We hebben echt zoveel spullen. Je ziet zelfs dat ik dus gewoon skeletten spullen heb. Omdat, ja, er moeten echt lampen en zo in komen. Dus even kijken. Dit gaan we eventjes nodig hebben. Zo, hoppakee. Dan kan ik namelijk nog even wat dingen doen die ik graag wil doen. En dat is namelijk dit hier. Kijk, ik wil dit bijvoorbeeld. Even kijken, hoe kunnen we dat leukste doen? Ik wil hier dus ook zo'n patroontje op. Eigenlijk wat je hier hebt. Zo, hoppakee. Dit eigenlijk zo. Ja. Zo, hartstikke idee. En dan moet het hier weer hoog beginnen. En op deze manier. Ik hoop dat dit goed uitkomt. Ik wil namelijk eigenlijk het liefst dat het aan beide kanten, zeg maar, met zo'n groot blokje begint. Zo, hoppakee. Dan heb je weer echt zo'n kasteel vibe, geeft dit persoonlijk. Oké, wacht. Ik kan dan één keer even zo doen. En dan doen we deze moet weg. Zo, 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 zo. En zo. Ja, het komt helemaal goed uit. Nice. Kijk, dit geeft echt veel meer een kasteel vibe. Dan moeten we ook hier nog eventjes doen. Zo, hoppakee. Dit even zo. En dan boom. Kijk eens aan. Dat is echt wel. Dit is echt wel heel erg vet. Oké, eigenlijk heb ik nog wat laddertjes nodig. Dus laten we die ook eventjes weer gaan maken. Ik heb gewoon geen hout in mijn inventory. Het is echt vreselijk. Maar als ik hier even wat ladders fix, dan kan ik hier even die ladders op plaatsen. Zodat ik even naar boven kan. Ik denk niet dat dat de officiële manier wordt hoe je naar boven kan gaan. Maar ik heb gewoon even ladders nodig. Dat is gewoon even handig. Zo, hoppakee. We hakken wel even twee bomen. Dan hebben we meer dan genoeg. Hebben we hier nog een sproesboom. Ik wil het liefste die sproesboompjes hakken. Kijk eens aan. Ik bedoel ook. Wat? Sproes. Ik bedoel ook bomen. Kijk eens aan. Hoppakee. Zo. Dan maken we dit weer sticks. Sticks. Zo. En dan hebben we, ja, een stack aan sticks. Een stack aan sticks. Dat lijkt me meer dan genoeg. Oh, ik hoor ook allemaal zombies en zo. Oké, zo. Zo, 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 zo. Hartstikke idee. 27 trapjes. Waar zitten die zombies? Ik denk in die torens dat ze zitten. Ik zou niet weten waar ze anders moeten zitten. Oké, nou dan gaan we hier omhoog. En dan gaan we hier. Ik denk dat dit ongeveer het midden is. Ja, toch? Ja, het zal wel. Ik denk dat ik hier toch niet officieel de trappen ga neerzetten. Dus het maakt niet uit of die in het midden staat. Oké, dan moeten we hier dus weer helemaal dit gaan doen. Hier komt dus weer een vloer. En dan kan je weer via de torens. Eigenlijk is dat de manier hoe je hier moet kunnen komen. Kan je weer via de torens, zeg maar, hier naar binnen. En dan, als ik deze vloer heb geplaatst, dan gaan we natuurlijk nog dat patroon dat we daar hebben ook hier doen. Dan gaan we die toren nog even helemaal afmaken. Deze blok moet trouwens weg volgens mij. Ja. En dan moeten we nog even wat ladders hier plaatsen. Nog een vloer leggen in de torens. Want dat zit er ook nog niet in. En dan is eigenlijk het kasteel af. Dan moeten we het nog alleen maar inrichten en zo. En ja, inrichten kunnen we natuurlijk doen met alle meubels die we hebben. En natuurlijk gaan we het inrichten met gele meubels. En natuurlijk ga ik ook een troon maken. Want ja, ik ben de koning van dit kasteel. Ik ga dadelijk ook even op een afstandje kijken hoe dit kasteel eruit ziet. Ik denk dat dit kasteel er echt zo vet uitziet. Ik vind het echt een machtsvertoning, laat ik het zo zeggen. Ik lijk hierdoor, nou, ik ben het misschien ook, maar ik lijk hierdoor echt de rijkste van Kleurstad. Snap jullie? Ik heb, wie heeft nou zijn eigen kasteel in Kleurstad? Dat heeft toch niemand? Ik moet wel trouwens zeggen dat ik Giel al een tijdje niet heb gezien. De pro, die kom ik soms nog wel eens tegen, maar Giel, die heb ik echt al lang niet gezien. Echt benieuwd wat hij allemaal aan het doen is, want ja, het lijkt een beetje alsof hij weg is of zo. Ik heb hem echt al heel lang niet gezien. Misschien is het toevallig. Misschien ontlopen we elkaar gewoon de hele tijd. Of ik heb hem oprecht al lang niet gezien. Zoals jullie trouwens ook ondertussen zien, ben ik heel erg slecht in slaps plaatsen. Ik plaats heel vaak, zeg maar, zo op deze manier slaps op elkaar. Het is echt, ik kan dit gewoon niet snel, lijkt het wel. Ik wil het snel doen, maar het lukt me nooit. Zie je, doe ik het alweer. Dus jongens, ik zie jullie straks als dit af is. En zoals je ziet, is het bijna af. Ik moet
moet even nog wat nieuwe slabs halen. En dan is het echt officieel helemaal af. Of ja, dan is de vloer af, zeg maar. Of het dak. Het kan een dak zijn en een vloer zijn. Het is eigenlijk allebei. Dus laten we even hier naar beneden gaan. Zo, hopsakee. En even uit de chest weer wat slappies pakken. Hatsa. Kijk eens aan. Hoppakee. Ja, dat zullen wel genoeg slabs zijn. Hoop ik tenminste. Er liggen hier ook nog allemaal slabs op de grond. Hoppakee. Dat zijn natuurlijk al die slabs die ik dan verkeerd geplaatst had. Oké, laten we hier naar boven gaan. En dan hebben we nu via deze trap kunnen we weer naar boven. Ik wil eigenlijk wel stiekem heel graag hier wonen officieel. Ik wil... Maar ja, dan zou ik dus niet meer in Kleurstad wonen. Ik vind het toch wel heel gezellig met Giel en de Pro. Maar dit kasteel is wel heel cool aan het worden. Dat ik ook weer zit te twijfelen om hier te wonen. Snappen jullie? Oké, even kijken. Als ik hier een grote doe. Hier een kleine, hier een grote, hier een kleine, hier een grote, hier een kleine. Oh, hier een kleine, hier een grote. Ja, dan kom ik dus niet uit. Dat is wel heel erg jammer. Hier kom ik dus net niet uit. Hier kwam ik wel goed uit, maar hier dus weer niet. Maar dat maakt niet uit, denk ik tenminste. Ah, dit is wel lelijk, hè? Even kijken, hoe kan ik dit het beste doen? Ik zit even te denken of ik hier een oplossing voor kan vinden. Want het is wel vetst als ik hier, zeg maar, een grote heb. En daar een grote. Kan ik het op deze manier doen? Zo, is dat een beetje leuk? Jawel, 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 jawel. Even kijken, misschien kom ik hier wel uit. Dat zou wel chill zijn. Even kijken, dan plaatsen we hier gewoon eerst even in één keer een hele laag met slab. Oh, die moet weg. Ja, ik ben weer de noob die allemaal slabs op elkaar plaatst. Zo kan ik het blijkbaar wel. Zo, 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 zo. En dan weer een slab bovenop. Hier een slab bovenop. En beter kom ik uit. Beter past dit. Kom op, gun het me. Jazeker. Oké, dan doen we het gewoon op deze manier. Dit lijkt me dan wel de beste oplossing. Dan ziet het er gewoon wat meer... ja, hoe noem je dat? Ik kom niet op het woord, maar jullie snappen wat ik bedoel. Al ziet het dit wel... Op een manier ziet het dit toch schuin uit, terwijl het wel klopt. Want hier zit één blok... Ja, hier zitten twee blokken en hier zitten twee blokken. Het klopt wel, maar het ziet er toch een soort van schuin uit. Ik weet niet waarom. Misschien als ik het zo... Is het zo beter? Is dit beter? Ik weet het niet. Of kan ik... Ik kan het ook zo doen. Ik zou het ook op deze manier kunnen doen. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Weet je, ik doe het wel op deze manier. Ja, toch? Let's go! Oké, dan plaatsen we hier één blok en dan hier één en dan hier twee. En dan hier één. En dan zo. Volgens mij heb ik het daar ook zo gedaan. Ja, ja, dat klopt. Oké, en dan moeten we hier weer even één blok. Zo, hoppakee. Nou, laten we dit weer op deze manier doen. En dan hopen dat het hier gewoon uitkomt. En dat ik niks extra's hoef te doen natuurlijk. Zo, 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 zo komt het uit, please. Nee. Nee, net niet. Oh, dat is heel jammer. Wacht dan. Het enige wat we even moeten doen is zo. Dan komt het wel uit, denk ik. Oh, ik heb hier twee blokken ertussen laten zitten, zie ik nu. Wacht, dan komt het dus wel uit. Dan komt het dus wel uit. Oké, wacht. Hier moet een blok. Ja, hier. Hier weer twee. Hier één. Hier twee. Hier één. Hier twee. Deze moet dus weg. Oh, dit is nu echt... Nu moet ik het helemaal fixen. Kijk, dan moet hier weer een blok. Deze moet weg. Zo, deze moet weer weg. Hier een blok. Ja, ik weet wat ik moet doen, maar dit is wel echt... Oh, wacht. Hier doe ik het alweer fout. Dit is wel echt even niet fijn werk. Zo, zo, zo. Hier weer een blok. Deze weer weg. Hier weer een blok. Ja. Ja, kijk eens aan. Nu klopt het helemaal. Oké, dit is echt nice. Dan gaan we deze hier even weghalen. En als het goed is, hebben we hier... Ja, hier, kijk. Hier hebben we gelijk. Maar dit... Dit, ja, dit moet natuurlijk weer naar beneden. Kijken, zo, hoe kunnen we dit het beste doen? Hier kan ik alvast wat ladders plaatsen. Zo, op deze manier. En dan gaan we hier bij deze hier, gaan we even kijken. Zo, zo. Wacht, ik weet het al hoe ik dit het beste kan doen. Au, oké. Nee! Oh, nee, 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 nee. Oh, wat ben ik blij dat explosies uitstaan op deze server. Oké, ik moet eten. Ah, oh nee, ik had niet opeens een creeper daar verwacht. Weg, creeper. Weg, niet doen. Stomme creeper, dankjewel. Oké, en jij ook weg. Oké, ik moet echt toortjes plaatsen in dit kasteel, want dit is niet handig. Oké, wat we dan gaan doen is deze twee blokken hier weghalen en... Oh my god, jeetje. Oké, daar staat ook weer een creeper. Jeetje, oké, dit wordt opeens een hele lastige survival. Kijk eens aan. Boom, boom. Huh, hoe ben je nou niet dood? Kom op, ga eens dood. Dankjewel. Waarom krijg ik altijd die recipes? Ik heb al lang gunpowder gehad. Waarom krijg ik... Dat is echt zo'n rare bug in deze server of zo. Even kijken. Hoppakee. Zo. En dan gaan we hier omhoog. Hatsikdee. Let's go. Boom. Yeah. Oké.
Erin. En dan hebben we hier een soort van ingang al naar hier toe. Oké, dit is super nice. Dan moet ik nog alleen even dit hier afmaken. Deze hier. En natuurlijk nog even vloeren plaatsen hierin. Maar hé, dit wordt echt super makkelijk als het goed is. Oh, ja. Oh, aan de overkant had ik hem ook blijkbaar nog niet afgemaakt. Oké, maar het enige wat ik moet doen is even dit. Ja, dit is echt zo gedaan. Dit is zo gepiept, dames en heren. Hoppakee, kijk eens aan. Zo, zo. Hier nog even dit. En dan zo, en dan zo. En dan zo. Hartstikke idee. Ja, zo gepiept. En dan moet hier nog even zo op deze manier een laagje komen met stone bricks. En dan is deze toren af. Dan moet ik nog alleen even die andere toren doen. En dan zijn beide torens af. Ik dacht dat ik die andere toren al had gedaan. Maar nu besef ik me dat ik dat niet had gedaan. Maar hé, dat gaat ook helemaal lukken. We gaan er gelijk naartoe. Ik neem gewoon deze even hier mee. Deze ladders. Ik moet weer even eten. Anders ga ik straks dood. Hoppakee. Even kijken. Dan gaan we hier zo even naar boven. Even parkouren. Boom, boom en boom. Volgens mij kan je deze sprong wel halen. Ja. Wow, yo. Ja, dat ging goed. Oké, deze moet hier. Deze moet hier. Deze hier. Deze hier. Boom, 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 boom. Nee. Wat doe ik? Zo. En dan. Hè? Er is iets verkeerd gegaan, hoor. Ja, er is. Oh, hier is iets verkeerd gegaan. Wat is hier? Hoe kan dat nou weer? Oké, deze moet groot en deze moet klein. Hè? Oké, ja, ik zie het al. Maar hoe kan. Oké, wacht. Er is hier iets verkeerd gegaan. Want deze moet groot. Deze moet klein zijn. En dan moet deze hier weer groot. En oh, nu heb ik het daar ook fout gedaan. Omdat ik dit als voorbeeld nam. Oh, jeetje. Mickey, Mickey, Mickey. Zo, hoppakee. En dan deze moet zo. Ja, nu klopt het helemaal. Hè? Ik dacht al, wat is dit nou weer gek? Oké, nou, dan moeten we die andere weer fixen. Dit is wel heel erg naar. Oké, jij moet weer even mee allemaal, laddertjes. Ik laat ze allemaal vallen natuurlijk. Maar maakt niet uit, dan doen we het even met stone bricks. Oké, dit moet dus even gefixt worden. Want deze moet dus, eigenlijk moet het dus zo. Ja, zo moet het. Oké, dus deze moet klein. En deze moet ook klein. En deze twee moeten groot. En deze moet weer klein. En deze twee moeten groot. En deze hier in het midden moet klein. Hier moet ook klein. En deze twee moeten groot. En die in het midden moet klein. Hoppakee. Nou, kijk eens aan. Dan zijn alle torens gefixt. Ik ben er oprecht moe van, jongens. Ik ben er kapot. Dit was mijn torenklusje. Dit was ook echt een. Ik heb denk ik nog nooit zo lang zitten bouwen in Minecraft. Maar ik denk dat het het helemaal waard is. Laten we even gaan kijken hoe het kasteel eruit ziet. Eens even kijken hoe het er vanaf hier uitziet. Dit is wel. Oh, dit ziet er zo nice uit. Ik ben vooral benieuwd hoe het er vanaf Kleurstad uitziet. Of ik bedoel vanaf Blauwstad. En laten we daarvoor even. Hallo lama's. Laten we daarvoor even de geheime ingang gebruiken. Wacht, hier zat ergens. Kijk eens aan. Zo, ja, hoppakee. En dan gaan we hier zo naar beneden. En dan kunnen we via het water richting Blauwstad. Ja, voor de mensen die dit nog niet hebben gezien, dit is heel erg cool. We hebben hier een of andere item waardoor we onder water kunnen ademen. Het is echt heel erg cool. Het is de conduit power. En dan kan je dus onder water ademen. Die hebben wij dus gewoon gekregen in Minecraft. En daardoor hebben we nu deze onderwater tunnel. Nu vind ik het. Op dit moment is het nog een tunnel. Maar de pro en ik hebben plannen om hier een onderwater stad van te maken. Dus dit wordt wel heel vet. Oké, laten we even kijken hoe mijn mooie geel kasteel eruit ziet vanaf Blauwstad. Ik ben heel benieuwd of dit harde werk een mooi resultaat heeft gegeven. En oh ja, zeker. Nu zie je trouwens ook echt heel duidelijk dat die ladders daar niet in het midden staan. Maar die ladders gaan nog weg. Maar dit ziet er toch wel echt vet uit. Laat even in de reacties weten welk cijfer jullie mijn kasteel geven. En dames en heren, we zijn nog lang niet klaar. Want we moeten nog het kasteel inrichten. Ik moet nog een troon maken. Maar dat ga ik in een andere video doen. Want op dit moment ben ik gewoon heel erg moe. En ik ga gewoon even slapen. Want ik heb echt uren aan dit kasteel gebouwd. Wil je nou de vorige survival zien? Klik dan snel op deze video. Doe ik even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Mick out.